daar blijven! Stel jezelf eens voor, je bent op zoek naar dure merkkleding. En je komt op een website waar deze merkkleding tegen hoge kortingen wordt aangeboden. Maar de spullen die je bestelt, die worden nooit geleverd. Je bent opgelicht. En om het allemaal nog erger te maken, heeft de vermoedelijke dader een hele rijke levensstijl. En hij doet ontzettend zijn best om dat op social media te laten zien. In deze video gaan we deze verdachte aanhouden. Let's go! Ja, ik had een tijdje geleden schoenen besteld voor mijn gala. En ik was gewoon even een beetje rond aan het kijken op internet. En toen kwam ik die schoenen tegen voor een redelijk goedkope prijs. En toen heb ik ze eigenlijk meteen besteld. En een paar dagen later niks gehoord of zo. En ook niks binnen gehad. Ja, en toen kwam ik er uiteindelijk toch achter via dat er een oplichter ging. En dat ik... De maling was genomen. Ik had gevraagd aan mensen die recensies hadden geschreven onder het Instagram-account. Van, heb je daar inderdaad iets besteld? En toen kwam ik er al best snel achter dat een meisje mij had verteld van, ik werd privé gevraagd door deze gozer. Of ik een goede recensie wilde schrijven. En dat heb ik toen maar gedaan. En toen gaf ze eigenlijk ook meteen al een naam door. En toen heb ik wat research gedaan. En toen kwam ik er al vrij snel achter dat ik was opgelicht. Ja, weet je, ik vind het triest dat je van andermans geld moet leven. En het is eigenlijk gewoon een soort van stelen. En het is gewoon niet verdiend. En ik vind dat zulke mensen wel aangepakt moeten worden, ja. Yo. Hoi man. Staan blijven! Staan blijven! Staan! Liggen! Ja. Aangehouden! Rustig, rustig, ja. Yo. We hebben hem. Bij ons gekomen via het landelijk meldpunt van internetoplichting. Ze hebben heel veel verschillende aangiftes gebundeld, gekoppeld aan webshops, aan namen, aan telefoonnummers. En toen is die bij ons terechtgekomen, zijn we er eigenlijk meteen mee aan de slag gegaan. Met zowel digitaal team, financieel, tactisch, alles geprobeerd om deze zaak rond te krijgen. Het is een heel omvangrijke zaak. We praten over meer dan 100 aangiftes. Dat zijn ook 100 slachtoffers, voornamelijk jongeren, die hun zuurverdiende geld uitgeven aan mooie kleding, spulletjes waarvan ze denken, oh, dit is echt een goede deal. En vervolgens krijgen ze niks geleverd of tweedehands, gebruikte materialen, verkeerde maten. En dat geeft zoveel slachtoffers dat wij ook enorm veel drive hadden om deze zaak op te pakken. Niet alleen vanuit de politie, maar ook vanuit het Openbaar Ministerie. Nou, we zagen dus op social media dat de verdachte zich in luxe waande, vakanties had, feesten vierde. Maar met het geld van de slachtoffers, dat was hun zuurverdiende geld. En dat gaf ook wel dat er bij ons heel erg wil was om deze zaak op te pakken. Niet alleen de verdachte, maar ook de medeverdachte. En zijn dan ook heel erg blij dat hij nu achter slot en grendel zit. Nou, we hebben de hoofdverdachte aangehouden, twee medeverdachten aangehouden. Vervolgens hebben we geld, goederen, sieraden in beslag genomen. We gaan een webshop offline halen en we gaan rekeningen bevriezen. Zoals je hebt kunnen zien is de verdachte aangehouden. Hij wordt voorgeleid bij de hulpofficier van justitie en zijn zaak zal binnenkort voor de rechter komen. Als jij nou twijfels hebt over een website of een webshop en je weet niet zeker of dit een oplichtingspraktijk betreft, check dan jouw website in de link hieronder. En bij twijfel gewoon niet doen. Bedankt voor het kijken en ik zie jou in de volgende video.